Dat is namelijk Van Putten en dan komt Edwin Rutte en hij komt uit Putten. En daar hebben we nu verbinding mee, want hij staat voor het Theater Carré. Meneer Rutte, bent u aanwezig? Meneer Rutte, hallo? Kunt u ons horen, meneer Rutte? Ja, met mij. Ja. U hebt contact met mij, heb u dus, hè? Goedemiddag, mag ik mij voorstellen. Mijn naam is Edwin Rutte, ik kom uit Putten. Edwin Rutte uit Putten, kan je wel nagaan natuurlijk, van gein, hè? Ik ben aanwezig, ik ben namelijk, we lezen hier, ik ben VIP. Ik ben uitgenodigd hier bij de première van, hoe heet die, van de musical van De Garage is Vol. En nou hebben ze mij eens gevraagd, ik heb namelijk gewonnen bij ons in Putten met de Meubelboulevard. Die bestond 7 jaar. En hebben ze, was er een slagzinnenwedstrijd en daar moest je slagzinnen insturen. En daar heb ik een paar slagzinnen ingestuurd en was ik was dus de winnaar. Dus zodoende dat ik hier nou naartoe mag. Ik had, wat had ik ook, ik heb hem opgeschreven. Ik had deze slagzin. Voor haring zonder uitjes, kom naar de Meubelboulevard toe, luidjes. Of deze. Kom naar de Meubelboulevard. Wat een boel meubels hebben ze daar. Die is ook goed gevonden natuurlijk. Hè. Kom naar de Meubelboulevard. Wat een boel meubels hebben ze daar. Kun je wel dagen hoe geinig die is. Hè. Makkelijk te bereiken met lijn 2, 6 en 7. Maar 7 is niet waar, maar ik heb 7 erbij gezet omdat het moest rijmen. Maar 7 komt er niet, maar lijn 6 die komt er wel. Maar nu moet je overstappen onderweg bij de Putsenbocht. Half op de Putsenbocht staat er een, en de chauffeur roept op. Maar die mensen in Putten weten het wel dat ze over moeten stappen. Dus van 6, je kan eigenlijk beter ineens met 6 gaan. Maar mocht je met 7 gaan, dan kom je niet. Die gaat helemaal naar het Centraal Station in Putten. Ik kan me voorstellen wat het is natuurlijk. Hè? Dus, maar goed, het gaat nou dus om dat ik hier dus als VIP aanwezig mag zijn hier bij De Garage is Vol. En er staan natuurlijk ontzettend veel bekende mensen, want misschien dat Viola Holt. Viola Holt, en als ik die tegenkom, dan klim ik natuurlijk gelijk in. Dan kan je wel nagaan, hè. Of die andere van Hans Bekooi en Mireille van Willigenburg, die kan ik ook wel. Dus gaat u mee, het is ontzettend leuk. Al die bekende mensen, loop u maar mee, is misschien leuk voor u ook. Ik ben VIP, dus ik mag overal doorlopen. Ho, VIP. Komt u maar. Wilt u even weggaan? Komt een VIP hier. Ik ben van de Hartelijk welkom. Ja, ja. Je hoort er ook bij. Heb je al een programmaboekje? Waar gaat het over? Lakage of vol? Oh, de garage is vol in Nederland. Ja. Oké. Nou, ik ben vreselijk benieuwd. Dat kan u wel nagaan natuurlijk. Hè? Ja. Heb ik een gereserveerde plaats? Kan ik gaan zitten? Tuurlijk, u heeft een gereserveerde plaats. Want ik ben van de Meubelboulevard en wij gewonnen met de slagzinnen. Dat weet u wel natuurlijk. Ja, ja. Daarom zijn we hier ook. Daarom heb ik de kaarten gewonnen. Hè? Ja. Ontzettend leuk dat ik u ook gezien heb. Ja, fijn natuurlijk. Ik echt heb gezien. Ja, u ook. Zo leuk, dat hè? Is, ja. Wie is het? Ja. Wilt u weg? Ga ik niet langs. Ach, daar zie ik een bekende, hè? Eindelijk. Ik ben al een kwartier op zoek naar bekenden. U bent toch bekend toen wel? Ik, mijn naam is Edwin Rutte, ik kom uit Putten. Ik ben van de Meubelboulevard. Edwin Rutte was toch een zanger? Ja, die is van met op die vuist. Maar ik ben wel eens verre familie, maar ik praat er liever niet over. Want ze zien hem vaak voor mij dan, omdat ik ook Edwin Rutte hou. En u zingt maar, helemaal niet, hè? U zingt, heb u bonnetjes of zo? Nee, ja, nee, ik ben VIP, anders kom je niet binnen, omdat ik met de slagzinwedstrijd heb gewonnen. Ik heb namelijk een slagzinwedstrijd van haring tot dressoir op de Meubelboulevard. En toen ben ik gewonnen. Maar ik heb een afspraak met de man van de Rotanhut. Veel bekende mensen dat ze even zouden zeggen van in een stoeltje van de Rotanhut zit je altijd lekker. Als u even wil zeggen, dan stel ik een bijzettafeltje. Kan niet zelf. Dan moet ik rijmen? Ja, wat u wil. In een stoeltje van de Rotanhut zit je altijd kut. In een stoeltje van de Rotanhut zit je altijd goed. Ja, nee, dat is goed. Ja, nee, dat is goed. U begrepen. Hé. Hey. Hallo. Vuile overloper. Vuile overloper. Hoe kan je dat nou doen? We hadden het zo leuk. We hadden het zo leuk met z'n allen. Ja, het was zo leuk met z'n allen. Ja. En ga je vuile overloper. Ja.
Ik ben het zo. Maar wat hebben we voor zin, hè? Wat was het mooi vanavond, hè? Vond u mooi? Ja, het was ja, mooi, maar het mooi. Dat je vanmorgen in de krant was. Ja. En dat je, dat je haar ook meeneemt. Dat vind ik zo. Ja, maar dat jij gaat, kan me niet schelen, maar dat je haar meeneemt. Ja, maar we gaan niet uit elkaar. Maar we gaan niet uit elkaar. Ja, dus, ja, maar ik wist niet dat u een travestiet was. Ik wist niet dat u een travestiet was. Maar hij schrok ervan hoor, als hij niet weet. Nee, hij zit nou goed. Ja, hij zit nou goed. Zet geiken maar! Zet geiken maar! Lito! Daar heb ik altijd van gedroomd. Dat ik u eens een keer zou mogen ontmoeten. En ik ontmoet u zo ineens hier zo. Fantastisch dat u dat... Dat vind ik zo licht trouwens. Hij heeft dezelfde bril op de stoel. Ja, natuurlijk. Want mijn naam is Edwin Rutte. Kom maar, punt. Ik ben van de meubelboulevard. Wat geweldig dat ik u een keer heb. Kan u even zo doen voor mij? Even zo. Oh. Oeh. Wat erg. Wauw. Ik zou zeggen, terug naar de studio. Met de groeten van Jan van Putten.